Ik vond het bijzonder en ook hilarisch. Ja. Michael is echt speciaal. Dank u, dank u. Oké, okay, we zijn verdwaald in de gebouwen van de VRT. Maar ik zou een hartje meenemen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie en zo dadelijk ga ik naar Johanna thuis, want haar mama heeft een verrassingsfeestje georganiseerd voor haar 21ste verjaardag. Dus ik ga heel veel mensen van mijn vorige klas terugzien uit het secundair. En ja, natuurlijk Johanna om haar verjaardag te vieren, dus let's go! En ze zijn weer foto's aan het nemen. Ze denken dat mijn buik een kussen is. Dat is ook een kussen. Wel mager, hè. Wel vol slank, hè. Voilà, ze hebben weer een paar mensen van mijn vorige klas teruggezien. Altijd plezant. We zijn terug de zondag na de vakantie. En ik ben terug op kot. En dat wil ook zeggen dat ik mijn bed weer moet opmaken. Nu, voor deze week heb ik voor de komende periode heb ik een leuk beddek overtrek meegenomen. Ik ga het jullie meteen laten zien. Ik heb One Direction nog eens meegenomen, dus ik denk dat ik heel goed ga slapen vannacht. Oké, ik ben momenteel in mijn auto. Ik sta voor de VRT, want ik heb een afspraak bij M&M, het radiostation. Ja, ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik daar ga doen, maar er stuurde me iemand van, ja, we zijn op zoek naar... Naar een jongen en een meisje. Ja, het was allemaal nog heel vaag. Maar straks krijg ik meer uitleg en ja. Oké, we zijn hier bij M&M. Het is blijkbaar iets met een blind date en zo. Ik weet het allemaal niet goed, maar... Ja, spannend. Ik ben benieuwd. Ja, ja, ja. Jullie gaat eigenlijk blind daten. Oh my god, ik ben het niet de enige die aan het vloggen is. Ah, was wel iets professioneler dan mijn gezin. En wat ben je aan het doen, Julie? Wel, ik ben nu bij M&M. En ik ga een soort van blind date doen. Dus we zijn op weg naar de blind date. Ja, zoals jullie kunnen zien, blind. Oeh, wat is dat? Wat is dat? Dat was gewoon een deur. Een deur. Oké, we zijn er bijna. Oké, ga maar gewoon door. Ja. Oh my god. Ja. Dat is niks, ik ben maag. Zalig. Ga rechtdoor. Oh, wow. Oké, super geweldig. 1. Oh, pardon. Hallo. Wie schrikken, hè? 2. 1. Ik ben Julie. Michael. Nee, ik ben Miss Poland. Miss Poland geboren. Dat is niks, dat kan gebeuren. Nee. Wat is uw grootste droom? Wat is mijn grootste droom? Ik wil gewoon rijk worden. Kom. Maar kan dat niet? Maar dat is zo te licht zo. Okay. Ik snap het ook. Maar ik zou een hartje meenemen. Oké, we hebben juist een blind date gehad. Met dus ja, iemand dat ik niet ken, al is geen blind date. Haha. En ja, het was grappig. En nu gaan we daar een quiz over doen. Mm-hmm. Oké, we zijn hier bij M&M, dames en heren. Dit is Michael. Hij was mijn blind date vandaag. En ja. Tof, hè. Sorry. Want vandaag hebben wij twee mensen op blind date gestuurd. Ze hebben hier lekker gegeten bij kaarslicht. En als je wil weten wat er allemaal is gebeurd tijdens die date, dan moet je zeker eens kijken naar, het Twitter-account van M&M. Want daar staat een video met alle leukste momenten. Julie en Michael, wat vonden jullie van de date? Ik vond het bijzonder en ook hilarisch. Ja. Michael is echt speciaal. Dank u, dank u. Nee, het was leuk. Ja, super. Het was gek, maar leuk. Ja, inderdaad. En denk je dat je elkaar ook een beetje beter hebt leren kennen? Ik hoop het. Ja, inderdaad, ik hoop het. Ik wil winnen. Ik ook. Allee, we zullen eens zien wie dat er gaat winnen dan. Hè. Mijn eerste vraag is voor Julie. Hoe oud is Michael? Michael is 23 jaar. Hoeveel huisdieren lopen rond in jouw huis? Michael, sorry. In mijn huis. Dus ik moet die vraag beantwoorden. Ja,
Maar ik weet dat hij een kat heeft dat Bolly heet, maar ik weet niet of zijn broers en zussen katten hebben. Dus ik ga gewoon gaan voor één huisdier. Ja, okay. Wat is de lievelingskleur van Julie, Michael? Geel. Super. Wat is het lievelingseten van Michael? Pizza. Wij weten al wie de winnaar is en Julie heeft gewonnen. Oh! Dus Julie gaat naar huis met cinematickets. Zalig. Julie, ga je die delen met Michael? We gaan nu eens luisteren naar de opname. Zoals ik vond het bijzonder en ook hilarisch. Ja. Michael is echt speciaal. Dank je. En de winnaar van de date quiz is me, myself en I. Ik heb cinematickets gewonnen, hè. Henny, hè. Oké, okay, we zijn verdwaald in de gebouwen van de VRT. We geraken hier niet buiten. Misschien is dat een teken dat ze ons willen halen. VRT, als je mij wilt, call me, laat een comment achter. We zijn buiten geraakt, maar we zijn de VRT-toren kwijt. We hebben de VRT-toren teruggevonden. Je zou het zeggen dat ik mijn auto ook bijna ga vinden. Ja, ik vond het wel plezant om te doen, dat is zo'n keer iets anders. En ook ja, alles wat dat met tv en radio zo te maken heeft, vind ik sowieso al super tof. Dus allee, ja, ik vond het wel plezant om hier eens te zijn qua, ja. Oké, okay, ik ben dus bij de appelflappen. We gaan straks naar het feestje van... Ja, onze school. En ze zijn aan mijn vlog aan het kijken. Oké, okay, we zijn klaar voor het feestje van de Grappie. Party. All I do is win, 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 no matter what. Everybody is say what. Dit is het gevoel dat iedereen ooit wel eens heeft. De choco is op. Dus ja, nu moet ik alles er zo uitschrapen om een beetje op mijn boterham te hebben. We zijn een lichtoefening aan het doen. En ik ben weer modellen. Bam! Vanavond ga ik naar iemand haar verjaardag. Allee, ja, ze weet eigenlijk niet dat we komen. Het is op het kot van de appelflappen. We gaan haar kamer versieren met ballonnen en slingers. Dan komt ze binnen en dan... Verrassing! Verrassing! Jullie raden nooit naar waar ik vanavond naartoe ga. Oké, het derde verjaardagsfeestje deze week. Waarom verjaart iedereen in februari? Vlog 52. Oh mijn god, deze! Dit is een vlog! Oké, ik ben dus bij Jana, want zij is binnenkort jarig. We vieren vanavond dus haar verjaardag. En thank you! Haar lief is verschillende flessen gaan halen. En dit is de duurste fles die op tafel staat, want hij heeft... Ja, ik weet niet hoe het met gedaan heeft, maar hij heeft €18,50 betaald voor een fles Fanta. Dus, ja. Goed gedaan, Jelle. Drie verjaardagen en langs geweest bij M&M. Ik heb me zeker niet verveeld deze week. Ah ja, en ook nog een beetje naar school gegaan, uiteraard. Maar zie je die grote ronde knop? Duw daar alsjeblieft op. Dan abonneert je op mijn kanaal. Ik wil de 500 halen in 2018. We zitten aan 412. Dus druk daarop als je dat nog niet gedaan hebt. Een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye.